De druk op de zorg is net zo hoog als vorig jaar om deze tijd en toch worden coronamaatregelen versoepeld. Is dat verstandig? Maakt burgemeester Bruls van Nijmegen zich zorgen? Ik ga met hem in gesprek. Meneer Bruls, we beginnen weer met een paar stellingen waar u het mee eens kunt zijn of mee oneens en dan komen we daar later op terug. Ja. De eerste. Op Koningsdag was ik blij dat ik burgemeester van Nijmegen was. Extra blij en niet bijvoorbeeld van Arnhem. Jazeker. Ja. Mensen zouden er beter aan doen het terras toch nog even te laten liggen. Ja. Ja. De avondklok is goed bevallen als maatregel om contactmomenten te beperken. Ja. Eens. Dodenherdenking blijft relevant. Daarvoor maakt het niet uit hoe lang geleden die Tweede Wereldoorlog is. Zeker. Eens. Ook zonder vierdaagse feesten zal het druk worden in de derde week van juli in de binnenstad van Nijmegen. Ja, niet eens. Nou, laten we daar dan even op doorgaan. Want we kregen een vervelend bericht. Het gaat helemaal niet door. Geen vierdaagse feesten. Ja, heel vervelend. Begin dit jaar, of toen de vierdaagse marsen werden afgelast, was nog het verhaal. We gaan sowieso iets doen. In wat voor vorm dan ook. Uiteindelijk toch niet. Wanneer werd dat duidelijk, dat er toch gewoon niks gaat komen? Nou, dat is duidelijk geworden, met name in de loop van maart, begin april, dat weet ik even niet precies. Want toen, we hebben ten aanzien van de vierdaagse feesten vanwege de enorme importantie voor de stad, voor ondernemers, bewoners, maar ook vanwege het enorme aantal partijen wat erbij betrokken is, want dat maakt het ook echt afwijkend ten opzichte van andere evenementen, hebben we een uitzondering gemaakt door wel een advies te geven. Dan zult u zeggen, ja, waarom een uitzondering? Nou, we hebben in principe de regeling op dit moment in Nederland, dus ook in Nijmegen, tot en met 5 mei behandelen we geen aanvragen voor evenementen. Nee. Maar goed, vanwege die belangen en dat ze echt lang van tevoren duidelijkheid moesten hebben, hebben zij een advies gekregen. Onder andere van de hulpdiensten, dus politie en GGD. Ja, die gaven eigenlijk... Er moest gewoon eigenlijk eerder een knoop worden. Er moest een knoop worden doorgehaald. En die gaven aan en dat heeft de doorslag gegeven, die 1,5 meter regel. En die gaat zeer waarschijnlijk nog in de zomer gelden. Ja. Die maakt een dergelijk groot evenement, zelfs in die afgeslankte vorm, ja, onbeheersbaar. Dat is het woord wat ze zelf, geloof ik, gebruikt. Ja, dan heb je... Dus ik was niet verbaasd. Kijk, ik persoonlijk heb al twijfels gehad bij de aankondiging. We proberen toch wat te organiseren, want als de vierdaagse marsen al veel eerder weten te bepalen, het gaat niet door. Dit soort grote evenementen, en ik zeg het niet omdat ik het leuk vind, ik vind het ook spijtig, die zullen we in Nederland weinig, tot misschien zelfs helemaal niet zien deze zomer. En met als belangrijkste argument, die 1,5 meter regel, die geldt nog gewoon zeer waarschijnlijk in juli, augustus. En wie weet, langer, maar laten we het hopen van niet. En die maakt gewoon grotere publieksbijeenkomsten in welke vorm dan niet mogelijk. Kijk, wat goed kan, bijvoorbeeld in een voetbalstadion zou je kunnen zeggen, met mooie afstanden, of in een schouwburg of in een bioscoop. Ja, dat kan doen, maar echt van die buitenevenementen waar mensen bij elkaar staan of zitten, wordt lastig. Een kermis zou best kunnen, hebben vorig jaar ook gedaan, want dan heb je doorstroom, mensen lopen rond. En dat is vanuit virusbestrijding gunstig. Maar echt bij elkaar staan, op de markt, gezellig wat drinken, dat is gewoon te risicovol. Nee, maar er is ook gewerkt aan een plan om de grote evenementen, de grote programma's op andere plekken te doen. Hè? Dus buiten de binnenstad. En dan een afgesloten terrein, reservering, dan kun je het aantal mensen beperken. Maar zij hebben als vierdaagse feesten, daar geef ik ze gelijk in, zij hebben het unieke is dat je juist een heel groot evenement hebt. Dus het voorstel wat zij deden waren toch nog steeds heel veel, weliswaar afgesloten plekken, maar wel heel veel plekken. Ook in de binnenstad, waar ook mensen op afkomen die gewoon naar de stad komen. Ja. Om te winkelen bijvoorbeeld. Dat geheel maakte nog steeds dat je over 10.000 mensen op een dag had. Dat is onbeheersbaar gebleken. Nogmaals, vanuit die 1,5 meter redenering. Het is 30.000 mensen, dat draaien we normaal tijdens de vierdaagse week onze hand niet op. Dan hebben we een paar 100.000 zelfs per dag. Maar die 1,5 meter maakt dat ook dit soort toch grote aantallen gewoon onbeheersbaar gaan zijn. Dat kun je gewoon niet garanderen. Met de drank in de man, we kennen het gezegde, kun je gewoon niet garanderen dat daar iedereen op afstand te blijft. Dat is gewoon niet te doen. En de vrees was dat als je iets gaat organiseren, wat het ook is, dat het dan toch het merk vierdaagse feesten, dat dat een sterke aantrekkingskracht heeft. En dat er een heleboel mensen toch op de Bonnefoy deze kant op komen. Dat maakt het, dat is een van de belangrijkste kenmerken waarom je de term onbeheersbaar doet. En dat moeten we ook goed voor ogen houden. Want ik snap heel erg goed, hè, er werd ook in de gemeenteraad van de week over gesproken. Van kunnen we toch niet dingen mogelijk maken en ook sneller mogelijk maken. Maar hou in de gaten die 1,5 meter regeling. En wie weet nog wat van andere beperkingen die zijn van toepassing. En let ook op, onze politiemensen,
onze medewerkers van de GGD, die hebben ook nu wel eens recht op rust. Die zijn ook een voljarige burgers. Het zijn niet alleen maar mensen in de zorg, de ziekenhuizen, die het hartstikke druk hebben, waar we ons ook echt zorgen over moeten maken. Maar dat geldt ook voor onze handhavers, voor onze GGD-medewerkers. En juist in de zomer, als je veel evenementen wilt doen, ja, dan moet je eigenlijk ook wel die mensen wat rust gunnen. Dus dat maakt dat ingewikkelde evenementen, waar veel ondersteuning op nodig zijn, laat ik het zo zeggen, zie ik wat minder van de grond komen. Dat is dus niet per se hetzelfde dat er niks gaat plaatsvinden. Integendeel, ik ga ervan uit dat er zeker wel evenementen kunnen plaatsvinden. Maar het zal wat kleinschaliger zijn, waar je niet de ondersteuning van politie of de GGD of de ambulance dienst of misschien zelfs de brandhulp nodig hebt. Dat soort evenementen kunnen gewoon niet aan, denk ik. Ja, terrassen zijn dan wel open, daar gaan we maar vanuit, want die zijn komt nu al open. Open mogen blijven, precies, ja. Precies, ja. Laten we dat ook. Ja, ja, precies. Zal het dan niet toch heel druk worden in de stad? Derde week van juli, dan gaan we naar Nijmegen. Ja. Dat kennen we misschien wel. Weet u, ik ben op basis van de afgelopen 13, bijna 14 maanden, heb ik al zo vaak de vraag gehad, gaat dit of als dat? Ja, maakt u zich zorgen en dat valt dus mee? En ik doe het niet. Nee. Laat ik nou maar eens even lekker tegen de kont, tegen de krip. Ik maak me geen zorgen daarover. Nee. Dat hebben we nu ook wel met Koningsdag gezien. We hebben dat ook op de eerste dag dat die terrassen beperkt weliswaar open gingen. We weten dat doorgaans goed te reguleren en mensen weten zich doorgaans ook goed te gedragen. Ja. Natuurlijk zal het wel eens misgaan en zal het wel eens ergens te druk worden, maar dat hebben we nu al meer dan een jaar meegemaakt, ook vorig jaar zomer. En eigenlijk liep dat vrij goed. Daarom, de stelling was van, gaat het net zo druk worden of zoiets? Dat denk ik niet. Het zal best wel druk worden. Er zullen ook wel eens wat leuke dingen georganiseerd worden, graag zelf. Maar ik denk dat het betrekkelijk overzichtelijk zal worden. En aan de andere kant, laat het ook gebeuren dat mensen naar buiten mogen. We kunnen toch ook niet aan mensen verwachten dat ze een hele lange en hopelijk mooie zomer dan maar thuis blijven of alleen maar op de camping zitten. Mensen willen ook eens gezellig naar de stad komen. Dat is goed voor de winkeliers en de horeca hier. Maar dat is ook goed voor mensen zelf dat ze naar buiten kunnen. Maar of dat uit de hand gaat lopen, te druk gaat worden, ik ben daar minder bezorgd over dan je soms wel eens op grond van alle mediaberichten zou geneigd zijn te denken. En misschien is geen aanleiding toe. En misschien is dan terecht, want Koningsdag heeft het bewezen. Hier in Nijmegen is het allemaal prima verlopen. Het was een beetje saai natuurlijk. We willen dat er veel meer georganiseerd kan worden. Wat Koningsdag natuurlijk ook heeft bewezen, hoe vervelend ook, als je niks organiseert, geen evenementen organiseert, is het natuurlijk wel overzichtelijker. En in veel opzichten, dat zagen we in Nijmegen en gelukkig op veel plaatsen in het land, wel goed te doen. Er waren ook een plaats waar het wat minder goed ging, minder goed geregeld waren. Maar die moeten maar voor zichzelf evalueren hoe het ging. Over Nijmegen was ik gewoon tevreden. Ik heb deze week nog gesproken natuurlijk met politie en onze eigen gemeentelijke mensen. En we hadden allemaal hetzelfde beeld. We hebben geen bekeuring geschreven op Koningsdag. Terwijl we momenten hebben gehad in het Koninburgpark met name, dat kunnen ze zich nog herinneren eerder dit jaar, waarop er tientallen bekeuringen zijn geschreven. Dus het ging eigenlijk beter zelfs dan andere dagen, ondanks dat we het mooie weer hadden. Nou, mensen bleven ook netjes in die cirkels zitten over het algemeen, die in het Kronenburgerpark getrokken waren. Goffertpark werd ook niet heel druk. Nee, Goffertpark, het is eigenlijk heel typisch dat met name het Kronenburgerpark is op een of andere manier een grote aantrekkingspost. Heeft natuurlijk misschien mee te maken, het is natuurlijk druk bevolkt, een bewoond gebied waar je zit. Ja. Dus als je even naar buiten wil gaan en je hebt geen tuintje, ligt misschien meer voor de hand. En met name studenten vinden het erg leuk. Maar nogmaals, Koningsdag prima. Het was zeker druk, maar het was gezellig druk en goed te handhaven. Eind van de middag iets te druk, begreep ik, dat in het Kronenburgerpark. Ja, er is wel nog wel gewaarschuwd en ook met die lichtborden gewerkt. Dus er zijn mensen gewaarschuwd van, ga nu toch maar weg. Maar dat was zodanig dat er bijvoorbeeld helemaal niet beboet is geworden. En andere plekken, de stad ook. Het is overigens een beeld wat ik in de hele regio wel hoor. Je hebt wel bepaalde plekken, bijvoorbeeld de dijk was het, de dijken langs de rivier was soms wel druk. Maar in de Ooi was het ook niet helemaal vol. Nee. Ik was zelf op Koningsdag eens naar de Bommelerwaard gereden. Ik vond het zelfs leeg. Ik kan er niet anders van maken. Ik vond het gewoon rustig. Ja, in de Ooipolder ook. Daar heb ik een rondje gereden. Dus met andere woorden, er zijn zeker plaatsen geweest in Nederland en ook in ons eigen Nijmegen waar het druk was. Maar het algehele beeld is toch wel anders. We moeten dus ook niet voortdurend uitdragen, omdat er een aantal mensen zijn die de drukte opzoeken en dat op een manier doen die niet goed is, dat toonaangevend is voor iedereen. We hebben ons echt wel, ook in Nijmegen, de afgelopen 14 maanden, overwegend keurig gedragen. Een groot compliment aan al die Nijmegen. Nou, dat geldt dus voor Bevrijdingsdag ook. We houden het in de gaten, maar we gaan ons niet zorgen maken. Ja, we zitten in dezelfde situatie. Ja. Er zijn geen evenementen en ik heb eigenlijk geen andere reden dan dezelfde
manier op Koningsdag. Waarbij ook nog speelt dat op dit moment de weersvooruitzichten slechter zijn dan Koningsdag. Ja. Nou ja, dan wordt het waarschijnlijk nog minder druk. We zullen het gaan zien. Ja, ja, die lente, daar moeten we inderdaad nog even op. Dat is op zich wel weer jammer, hè, want daar hadden we allemaal uitgezien. Ja, zo langzamerhand. Dus, ja. Ja. Waar we niet meer op moeten wachten is op het terras zitten. Dat kan dus. En we kunnen weer winkelen. Ja. Het is toch wel gek. De druk op de zorg is ongeveer net zo groot als een jaar geleden. Vergelijkbaar in ieder geval. Ja. Toen gingen we dicht en nu gaan we open. Hoe komt dat toch? Ja, nee, dat contrast is heel erg goed te begrijpen als je dat zo neerzet. Maar als je er wat dieper in duikt, is natuurlijk ook wel te zien waar de verschillen zijn. Overigens, vorig jaar rond deze tijd werd ook gesproken over versoepelingen en gingen dingen al wat meer open. En de lockdown die we met name sinds half december hebben, is wel veel strenger dan de lockdown die we maart, april vorig jaar hadden. Met andere woorden, de maatregelen waren ook veel strenger. Ik denk alleen dat mensen zich er toen veel beter aan hielden dan nu. Ja, maar goed, weet u, we hebben, als je strengere maatregelen hebt, is het ook wel lastig om te verwachten dat iedereen zich aan houdt. En we hebben met de avondklok gezien dat mensen zich er toch wel een grotendeels aan hielden. Alleen het wordt stukken minder. En het grote verschil is natuurlijk de vaccinatie. Dat is echt het grote verschil. Dat is de game changer waar we nu over hebben. Dus ja, zeker, er is grote druk nog steeds de ziekenhuizen, de IC's. En daar ben ik ook, net zoals vele anderen, bezorgd over. Maar aan de andere kant ben ik ook bezorgd over een samenleving die in ieder geval vanaf midden december, en als je naar de horeca kijkt, zelfs vanaf half oktober, in een lockdown ziet. Dat is een half jaar, zoals we die nooit hebben gehad in dit land. Ook niet vorig jaar maart, april. En dat doet ook iets met de psychische nood en wat daar allemaal uit voortkomt. Met andere woorden, de sociale en economische consequenties zijn inmiddels zo heftig dat het ook wel rechtvaardig is met die vaccinatie die nu goed op stoom is, dat je langzaam weer stapjes gaat zetten. En laten we reëel wezen, terrassen openen van 12 tot 6, 7 dagen in de week, dat gaat niet de grote stormloop op de toeloop op de ziekenhuizen nog vergroten. Dat zeggen ook de mensen van het RIVM. Dus symbolisch is het inderdaad heel raar, je gaat iets versoepelen. Ja. Aan de andere kant is de nood nog heel hoog, maar als je kijkt naar wat er werkelijk versoepeld wordt, dat zijn ook wel heel bescheiden maatregelen. Ik zeg wel eens tegen mensen, maar als je dat serieus meent, dat je die maatregelen niet nu moet gaan doen, en met andere woorden die sociale en economische gevolgen op de koop toeneemt, die zijn heftig, dan moet je eigenlijk ook een discussie weer beginnen over het sluiten van de scholen. Want waar komen heel veel besmettingen vandaan? De jonge kinderen die naar de kinderopvang kunnen, de basisschool, het voortgezet onderwijs, deels met beperkingen, maar die er gewoon heen kunnen. En die misschien zelf niet ziek worden, maar wel het kunnen overdragen aan hun ouders en wat ook gebeurd is. Ja, dus je zou andersom kunnen zeggen, we versoepelen niet en daardoor kunnen de scholen open blijven. Ja, goed, maar ik constateer dat een grote aantal besmettingen tot stand is gekomen, terwijl de horeca niet open was. Ja, niet op het terras, maar op school. Ja. Dus in die zin moet je er wel wat genuanceerd naar kijken. Dat zou ook mijn oproep die iedereen zijn. Want ik snap heel goed de beeldvormen, die wat raar is. Hè? Als je hem heel zwart-wit maakt van het stroomt over, althans bijna over in de ziekenhuizen, in de IC's. Mensen werken zich al 14 maanden echt een naad in de ronde. Ja. Het is bijna niet meer te doen. Daar moet je echt heel veel respect voor hebben. En dus ook heel veel zorg hoe het gaat. Aan de andere kant wat opening, maar als je wat genuanceerder naar kijkt, dat zou mijn oproep zijn, dan zie je ook wel dat die dingen wel samen kunnen gaan. Omdat die relatieve kleine stappen die we nu hebben gezet deze week, die zullen niet bijdragen aan die grote belastingen op de zorg. Terwijl we aan de andere kant ook een grote zorg hebben om die mensen die sociaal-economisch nu toch wel fors in de knel zijn gekomen. Bent u helemaal tevreden met de stand van de maatregelen op dit moment? Zitten we op dit moment op een juist niveau? Hebben we de juiste dingen open gedaan? We hebben als burgemeesters ten aanzien van het openingsplan op zich onze instemming gegeven. Kijk op onderdelen. We hadden veel meer alles wat buiten was, zouden we helemaal vooraan hebben gezet en andere dingen later. Nou ja, dus er zijn wat andere afwegingen gemaakt door het kabinet. Maar wij zijn wel tevreden dat het kabinet vorige week heeft besloten om die stap 1 ook helemaal te doen. En waarom? Omdat het in een crisis niet alleen gaat over wat je nu concreet inhoudelijk doet, maar ook over het perspectief wat je geeft aan burgers. De duidelijkheid die je geeft aan burgers. En als je dus aankomt een paar weken geleden, we hebben een openingsplan gemaakt, dat heeft die stappen, dan is het hartstikke goed dat je stap 1 op het afgesproken tijdstip ook gaat doen. Dat geeft vertrouwen, zo bouw je vertrouwen op. Ja. Als je daar nu even gaat afwijken, en dat kan natuurlijk best wel eens nodig zijn, wordt het wel weer warriger.
En laten we eerlijk zijn, we hebben wel warrige momenten en tijden achter de rug gehad in het afgelopen jaar. Ja, dus waarop dus data werden genoemd, werden ja, die later en die kwamen niet er weer niet uit. Ja. Dus het is juist belangrijk dat het openingsplan, wat je van het plan op zich inhoudelijk ook vindt, dat dat eigenlijk wel op de goede manier wordt uitgevoerd. Ja. Nou, het kabinet moet nu de komende week weer een besluit nemen. Heeft ook altijd duidelijk gezegd, stap 2 gaan we pas nemen als het echt verantwoord is. Ja. Dus nou ja, als het kabinet zegt, nou, de druk op de zorg is te groot. En dat wordt natuurlijk nu aan becijferd en gekeken. Want dat moet je dan voorspellen. Hè? Dat weten we natuurlijk niet precies hoe het volgende week is. Maar als het kabinet om goede reden zegt, dat doen we niet, is dat ook duidelijk. Maar als het wel mogelijk is, ja, dan moet het kabinet, vind ik, ook stap 2 zetten. Juist om het vertrouwen te laten zien en te laten opbouwen ook in de samenleving. Ja. En dat heb je gewoon nodig. Ja, het wordt als er wel minder flexibel van. Als je echt vasthoudt aan dat plan. Ja, maar ja, weet u, dat is het voordeel van duidelijkheid en tegelijk het nadeel van duidelijkheid. Duidelijkheid betekent dat je wel aangeeft, zo is het. En ik heb gemerkt, dat hoor ik van mensen terug, als ze één ding waarderen in wat je doet, is duidelijkheid. En duidelijkheid is niet altijd mensen naar de mond praten met een leuk bericht. Maar het is wel zeggen van, ik heb die en die afweging gemaakt en dan gaan we het nu ook doen. En ja, ik heb het al vaak gezegd, daar zitten risico's aan vast. Een versoepeling, daar zitten risico's aan vast, maar daar zitten ook heel veel voordelen aan vast. En ik vind oprecht dat die voordelen op dit moment opwegen tegen die risico's. Duidelijk. Bevrijdingsdag hadden we het al over, Koningsdag hadden we het al over. De Vierdaagse feesten allemaal zonder veel mensen. Hoe is dat bij de dodenherdenking volgende week? Die zal waarschijnlijk heel erg veel overeenkomst hebben met vorig jaar. Hè? Ja. Dus in principe geen mensen erbij. Ik zal daar zelf staan, Trianusplein, een aantal woorden zoals elke keer spreken. Een krans namens alle Nijmegenaren leggen en dan zijn de 2 minuten stilte. Wat we anders doen dan vorig jaar is dat we er een voorafgaande via film die uitgezonden wordt, onder andere via jullie zender, zoomen we in op een aantal aspecten. Komen een aantal mensen aan het woord die met de herdenking van 76 jaar moet ik inmiddels zeggen, ja, geleden te maken hebben. En we hebben bij de herdenking van het bombardement op 22 februari daar goede ervaring mee opgedaan. Dat is ook het mooie van deze tijden. Dat je door de digitale mogelijkheden ook leert om dat soort momenten waar je normaal graag met veel mensen wil staan, wat nu niet kan, toch een mooi programma kan brengen. Doordat je door filmpjes die je mooi aan elkaar kunt zetten, ja, een heel erg die herdenking en de betekenis van 4 mei bij de mensen thuis kunt brengen. Ook al zijn ze niet op plek erbij. Het maakt ook wel weer creatief inderdaad. Ja, ja, maar het is wel jammer natuurlijk dat het niet kan. Dat zal echt pas volgend jaar zijn. Dus in die zin zal het denk ik voor mensen die willen denken, ja, erg lijken op wat vorig jaar. Behalve dan dat we nu dus ook in film een programma er aan voorafgaande hebben staan. Dat is ongeveer een half uur en dan schakelen we live over het Trianusplein. En nou ja, dat zal dan door mij met woorden en vervolgens een krans geladeerd de Nijmeegse herdenking worden afgesloten. En u zei al, dat blijft relevant. Al is die oorlog inmiddels 76 jaar geleden. Nou, wat is voor u de waarde van zo'n moment? Ik vind het stilstaan bij wat mensen aan vreselijke ellende hebben meegebracht. En ook door namen te noemen. Dat zullen we ook laten zien op 4 mei. Door een familie. Ik ga er niet te veel op vooruit lopen, want dat is de verrassing eraf. Maar we laten echt door beeld en door woorden zien wat de betekenis is geweest voor een familie hier in Nijmegen. Dat maakt heel veel duidelijk. Dat merk je ook bij jonge mensen. Hè? Gewoon als je een naam van een man of vrouw, wat die heeft meegemaakt, of hoe die omgekomen is. Dat maakt het concreet. Dat maakt het echt concreet. En daar kun je dus nog steeds van leren ook. Van hoe belangrijk is om dat soort oorlogsellende te voorkomen. En herdenken moet je natuurlijk ook wel, zeker nu het al zo lang geleden is, wel koppelen natuurlijk ook aan wat nu gebeurt. Ja, we kunnen niet ontkennen dat de wereld nog steeds op veel plekken in vuur en vlam staat op de verkeerde manier. Hè? Waar oorlog, gebrek, honger, despotisme, terrorisme zijn. En dat maakt het ook wel relevant. Wat ik vorig jaar heb overgehouden, dat zal dit jaar ook zijn, dat je door corona, wat je op geen enkele manier kunt vergelijken met de ellende van 40-45... maar door corona word je toch ook wel op een milde manier met de neus de feiten gedrukt wat het betekent als je minder vrijheid hebt. Kun je nagaan hoe het geweest moet zijn voor mensen die echt een oorlog hebben proberen te leven. Al de angsten die zij echt elk uur van de dag hadden, niet te vergelijken met de vrees die je nu hebt. Maar je krijgt er wel een glimp van mee. En dat bijvoorbeeld hoe het is om binnen te moeten blijven zitten. Dus je ziet dat ook een herdenking nu, 76 jaar later, toch weer onverwacht
een actuele relatie heeft. En zo heeft elk jaar wel weer zijn momenten waar ieder voor zich bij kan stilstaan. En dat is ook goed. Maar denk vooral aan die slachtoffers. Daar doen we het voor op 4 mei. Dat gaan we doen. Dank u wel. Graag gedaan.